Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Goedemorgen. Wij zijn al heel erg druk geweest, want Jordi die is vanochtend naar de logo geweest en hij zou eigenlijk ook naar school moeten. Maar omdat hij dus vanochtend zijn laatste entingen voorlopig moest halen, is hij dus nog thuis. En hij heeft het als een bikkel gedaan, hè papa? Ja. Daar laat ik er gewoon in hoor. Ja, ik was ook al van het eten. Hij heeft een keer aangezet om te huilen, maar dat was het. Ja, onze grote bikkel, hè? Ja, je bent een bikkel, hè? En kleine Sammy heeft ook zijn entingen gehad, zijn eerste entingen. Dus we gaan het afwachten hoe dat dan loopt. Ik heb in ieder geval wel zetpilletjes in huis gehaald voor het geval dat. Maar ja. Hij is nu eventjes aan bijkomen van het over de zijk zijn. Geen foto's, mama. En dan ziet hij er toch knap uit, hè. Ik vroeg aan Niels. Niels, wat wil je eten? Nou, het regent, dus het eerste wat Niels zegt is... Ik wil een... hoe zei je dat? Ik wil een stamppot eten, hè. Ja, nou had ik gezegd tegen hem, ik heb geen zin in andijvie-stamppot of sla-stamppot. Ik zeg, zei hij, ja, wil je dan boerenkool-stamppot maken? Ja, dat is nu een beetje lastig met het... Het is er wel, maar het is niet... Dus toen zei ik, maar ik kan wel voor jou wortelstamp maken. Normaal koop ik al de zak. Ja, Niels, hutspot. Oké, hutspot dus. Dus normaal koop ik altijd zo'n zak waar alles in zit. Maar ja, dat is nu bijna niet te vinden. Het is er wel, maar ja. Dus we gaan vandaag hutspot eten. Ik ga het maken en aanzetten, zodat het eventjes op kan staan. Want bij mij staat dat een paar uurtjes op, want er komt soepvlees in. Dus ja, ik ga het maar eens eventjes maken. Niels? Ik weet nou waarom je hutspot wou eten. Ja? Ja. Waarom dan? Nederland moet voetballen. Is het oranje, hè? Yes. Jee. Is dat expres? Nee. Nou. Oké. Okay. Die link leg alleen jij. Ja. Zo dat... ben je bezig met voetbal. En daar staat het dan. Aardappels, soepvlees met een mergpijpje erbij, ui en wortel. En dit gaat even een paar uurtjes koken. Of ja, borrelen, pruttelen. Zal ik jullie eens wel vertellen? Ik ben op tijd aan het uploaden. Daar ben ik nou even aan het doen. Ik heb mijn eten dus al aanstaan. Niels is hier een beetje aan het klussen. Zodat we weer verder kunnen natuurlijk met alles. De kindjes slapen. En ik ga ze vandaag nog wel opruimen en doen. Eigenlijk gewoon wat ik altijd doe. Maar ja, ik dacht, laat ik eerst eens even gaan uploaden. Dan is dat in ieder geval klaar. Hebben we dat in ieder geval voor elkaar. Dus ja, ik ben een keer op tijd. Yay! Wat is er aan de hand? Wat is er? Ben je verdrietig? Je bent wel wakker, toch? Hé, wat is er aan de hand met jou? Wat is er? Ben je een beetje zielig? Heb je last van je oortje? Even testen. Het valt wel mee. Nou, het is niet prettig. Ik moet het aan allebei de kanten testen van de dokter. Omdat het ook over kan slaan naar de andere kant natuurlijk. Dus het is rechts begonnen. Dus het kan uiteindelijk ook links zitten.
Naar rechts is het nog steeds dat hij een beetje denkt. Dus ik denk dat er een zetpilletje in gaat. Hij had vandaag nog geen gehad, dus hij doet echt wel netjes. Papa, er zitten allemaal witte vlekken op de muur. Dat zijn sterren, mama. Zijn dat sterren? Ja. Oh. Dat blijft zo. Klopt wel wat zei je. Als je zo snel kijkt, dan lijkt het net allemaal sterren. Ja, voor de kerst alvast. Ja, precies. Maar hoe smaakte de wortelstamp? Lekker. Ja? En daarna konden we gelijk door voetbal kijken. Ja, het heeft tot nu toe wel geluk gebracht, want Nederland staat nu 1-0 voor. Mm-hmm. Maar ze hoeven niet te winnen. Nee, maar toch mooi. Toch altijd. Mm-hmm. Wat ga jij doen? Oh, je hebt iets te pakken. Nee, daar blijf je vanaf. Nee. Oh, dat was de afstandsbediening. Dan is papa niet blij mee als je die te pakken hebt, hè, jongen. Ja. Nee. Morgen gaan we met Liam nog heel eventjes naar de dokter toe. Want hij heeft nog steeds last van zijn oortje. Hij heeft straks heel erg zitten gillen en aan zijn oor zitten trekken. Dat het gewoon pijnlijk was. En ja, wij zijn gewoon van mening dat er nog heel even extra gecheckt moet worden. Dus ik had eventjes gebeld en ik had uitgelegd. En ze zei van checken is inderdaad beter. Dus... ja, we gaan morgen even naar de huisarts even controle voor zijn oortje. Jouw kleine broertje Liam ligt al op bed, hè? Die ligt al te slapen. En Sam krijgt nu de fles. Jordi heeft net de fles gehad. En papa en ik hebben jou ook weer moeten helpen, hè? Met poepen. Ja. Dus we hebben het vermoeden dat hij eerdaags weer voor botox moet. Nou is het zo dat we 14... juli moet Niels met Jordi naar de KNO-arts en voor zijn oren. En dan gaan ze dan ook nog eens kijken. Dus het kan zijn dat wij dan zeggen, doe maar een combinatie dan. Zodat alles in één keer geregeld is. Dus we gaan het even bekijken. En dan komt dat wel weer goed, hè? Ja. Maar hij deed in één keer heel veel poepen. Ja. We hebben zo'n staafje. Zoals ik al ooit eens eerder in een vlog heb verteld. Die hebben we gebruikt. En ik stopte dat staafje erin. En wat gebeurde er toen, Jordi? Eén grote explosie, hè? Ja! Dat was één grote explosie, Jordi. Echt wel, hè? En nu hebben we voetbal gezien. En het is weer voorbij. Ja. Nederland weer gewonnen, hè? Hup. Holland. Hup. Nee? Word je er niet vrolijk van? Oké. Maar nu dat hij zijn buik een beetje leger heeft, is hij wel een stuk vrolijker. En lekker rustig. En rustiger. En hij gaat nou mama uitkleden. Dus dat betekent dat we gaan afsluiten. Mama, wat ben je aan het doen? Zijn broek en onderbroek aan het trekken. Ik was zijn onderbroek vergeten aan te doen, want die had hij erachter gegooid. Omdat hij dus die buikpijn had, dan slaat hij overal mee rond. En toen was ik zijn onderbroek vergeten. En dat is niet zo erg, maar morgenochtend komen we in een heel nat bed terug. En dat is niet de bedoeling. Dus nou wou ik hem zijn onderbroek aandoen en dan was meneer het niet mee eens. Dus was ik ruzie aan het maken met hem. Maar ja, dan gaat hij maar zo liggen. Maar hij krijgt een onderbroek aan of hij het nou leuk vindt of niet. Dus, nou is hij weer volledig aangekleed. Tadaa! Maar hij dacht natuurlijk dat hij een nieuwe luier kreeg. Maar dat was niet zo. Hey, Gapie. Ja.
Oh. Mama, gaat Jordi nou naar zijn bed brengen? Ja, je gaat mij vastpakken. Jordi? Ja? Mama vastpakken? Mama vastpakken? Nee, niet in het gezicht. Goed vastpakken. Goed vastpakken. Vastpakken. 1, 2. Mama, goed vastpakken. Goed vasthouden. Dat weet jij heel goed. En dan gaan we jou naar bed brengen. Dag Jordi. Wat was de papa? Had je nog een kus gewild, papa? Nee. Dat was de. Nee. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Vannacht was Sam aan het vervelen. Ja, ze valt wel mee. Ja, valt wel mee? Ja, dat was vannacht een meer vroeg. Oké. Okay. Liam die is boos omdat hij in de box zit. Jordi zit hier. En Liam die heeft vanochtend al een hoofdkopstoot aan zijn auto gegeven. Hij ging zo op het stuur. Had hij een bloedneus en een dikke lip. Maar ja, wat wil je met zo'n acrobaat? Hé, kleine acrobaat? Liam, je bent een acrobaat. Liam. Dus die heeft een beetje een dikke lip. Het zal leuk worden straks bij de dokter. Hé, papa? Mm-hmm. Gaan ze eens vragen, heb je kind geslagen? Dat vragen ze nooit. Nee, dat klopt. Ze drukken altijd op zo'n knopje van... Beveiliging. Ja. Maar ja. Dus... Het is nou eenmaal zo met die wilde brassen van ons. Niels die is heel eventjes naar de bouwmarkt. Want we moesten een aantal dingetjes hebben. En nou ben ik de kindjes boterhammetje aan het geven. Ik heb net Sammetje al gedaan. Ah, lekker. Jordi heeft alleen iets nieuws. En Jordi die durfde eerst nooit iemands haren aan te raken. Dan ben ik ermee aan het oefenen geweest. En nu gaat hij mijn haren iedere keer aanraken. Doe maar Jordi. Hier. Die door mijn haren heen wrijven. Vind ik superleuk. Mama's haartjes. Nou, hij moet even concentreren op kouwen. Jij ook nog? Asje, oh. Ah! Dan zit hij aan mijn haren weer te kriebelen. En wat we ook nog wel eens doen is... Inderdaad, Liam. Dan zit ik Jordi aan te kijken. En dan kijkt Jordi mij ook aan. En dan weet hij wat ik ga doen. Want hij vindt het grappig dat ik hem aan zijn meetjes ga kriebelen. Dus iets wat hij helemaal eerst niet deed, begint hij nu steeds meer te doen. Liam die ligt dan lekker op bed. Jordi die krijgt nu dan zijn flesje. Liam heeft ook een heerlijke kontkanon van mij gehad. Want hij had toch echt wel last van zijn oortje. Hij doet dan de hele tijd dit. En dit. En zo. En zo. Doet hij alleen maar aan de rechterkant. Dus ja. Ik denk dan, je hebt daar last van. Dus ja, hij heeft die kontkanon in zijn kontje gehad. En ja, Sammetje is tevreden.
Liam is tevreden. Jordi is tevreden. Ik moet straks wel Liam op tijd wakker maken. Want Liam die moet naar de dokter toe. Dus die, daar moeten we eventjes controle voor doen. En voor nu gaan we Jordi doen. Niels is druk bezig. Ik was even naar de winkel geweest. Eventjes een paar dingetjes halen. De moeder van Niels is vandaag ook jarig. Dus daar moet hij straks even heen. Een cadeautje voor gehaald. En ditte ben ik niet gewend. Ik hou daar niet zo van. Dat mensen gewoon zo naar binnen kijken. Daarom is bij ons altijd dat ding dicht. Bovendien, als Joef hier rond zou lopen, die hoor je continu. Daar hou ik niet zo van. Sammy ligt lekker te slapen. Jordi en Liam liggen ook nog te slapen. Ik moet Liam daar wel wakker gaan maken. Dus ja, we gaan even kijken hoe alles gaat lopen hier. Nou gaat Niels in één keer goed zitten, terwijl hij net helemaal lang uit lag. Ik heb deze kleine rat heb ik wakker gemaakt en aangekleed. Dan gaan we zo naar de dokter. Jordi die is ook wakker, was nog wakker. Wij zijn weer terug van de dokter. Liam die had nog wel rood in zijn oren, waardoor ze konden zien dat er een kringontsteking gezeten had. Antibiotica heeft gewoon echt goed zijn werk gedaan, maar hij kan nog wel een beetje last houden of hebben ervan. Dus hij zei ook, hij zegt goed dat je het even laat controleren, dan weten wij ook in ieder geval hoe dat het eruit ziet. En ja, gewoon zo doorgaan zoals we het nu doen. Gewoon in de gaten houden en als er iets is, dan gewoon bellen. Dus ja, al met al goed nieuws. We hebben trouwens een nieuwe bestemming voor onze folders. Doen we er ook een keer iets mee? Ja, doen we er ook een keer iets mee. Hey. Weet je wat het ook is? Dit is de voor allemaal voor van de week, de reclame. Dus kan de hele wijk bij ons de reclame komen lezen. Mochten ze geen folder hebben gehad. Ja. Is toch wel een beetje, hè? Je helpt elkaar, hè? Liam is het niet mee eens. Zoals ik straks al vertelde, is vandaag de moeder van Niels jarig. Hij gaat er straks met zijn broer heen. Ik blijf thuis met de kindjes. Want ja, ik kan gewoon nog heel veel doen in huis. En zijn moeder vond het ook niet erg als ik thuis bleef met de kinderen. En ja, dus entingen, dat soort dingen. Nou. Maar dan heb ik een cadeautje geregeld voor haar. Ik heb bij de Action heb ik twee parfummetjes gehaald. Zij is gek van de kleine goedkope parfummetjes dat je even snel opspuit en ja, daarvan kan genieten. Heb ik twee parfummetjes voor haar gehaald. En ik heb voor haar een body mist gehaald. Die ruikt ook nog eens lekker. Ik vond hem zelfs lekker. Is altijd lekker. Doe je in de koelkast leggen en als het heel warm is, dan spuit je even opfrissen. Is ook lekker. En dan heb ik twee foto's geregeld van Niels en Sam. En van Sam. Dus die heb ik geregeld. En daar dat gaat hij straks geven. Die ga ik eventjes zorgen dat hij klaar staat om mee te nemen. En dan kan Niels dat straks aan zijn moeder geven. En dan, ze krijgt eigenlijk altijd cadeautjes met de foto. Want daar is ze dol op. Ik had net eventjes, hoe noem je dat? Alles in stereo hier. Liam stak Sam aan. Sam stak Liam weer aan. Met janken. Niels die is momenteel weg. Die is met zijn broer naar zijn moeder toe. Omdat hij jarig is. Jordi werd gek van die twee. Dus die begon ook te chagrijnen. Nu heb ik Liam naar bed toe gebracht. Zijn fles gegeven. Naar bed. Dus nu is het weer even rustig. Dadelijk ga ik Jordi zijn broek doen. En dan gaat hij naar bed. En dan is het alweer de beurt aan Sam om de fles te krijgen. En dan ga ik hier opruimen, want het is hier een bende. Het probleem van Niels is, Niels die kan heel goed klussen.
Maar Niels is zo chaotisch als de pest. Dus overal ligt iets. Er is niks opgeruimd. En daar kan ik niet zo goed tegen. Zoals jullie zien, 2 na 3 down, 1 to go. Slapen in ieder geval 2 kindjes, 1 hond. Dus ze zijn lekker rustig. Sammy wil daar de fles. En dan hoop ik dat hij ook even nog zijn ogen dicht doet. Dan kan ik mijn dingetjes doen. Maar voor nu, ik denk dat hij nog even wakker blijft. Hey Sammy? Ja, Sammy. Sammetje ligt nu in bed. Niels heeft nog geklust. Ik heb nog opgeruimd. En nu gaan we zelf ook nokkie. Dan gaan we slaapklussen. Ja. We gaan ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.